Welkom vanuit het gemeentehuis van Alphen aan de Rijn voor deze speciale uitzending. Zojuist is Lisbeth Spies beëdigd voor de komende 6 jaar tot de nieuwe kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn. Dit was het moment dat ze de eed aflegde en dus het moment dat ze officieel onze burgermoeder is geworden. We gaan in deze uitzending terugkijken op de ceremonie. We gaan praten met Lisbeth Spies zelf, met Tjerk Bruinsma, de scheidend burgemeester. En ook met Marion Verkleij van de Vertrouwenscommissie en tevens fractievoorzitter van het CDA. Hier naast ons, de muziek hoort op de achtergrond, is de receptie bezig. En daar loopt ook Mike Maurits rond. En nu naast een oud-burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn, toen nog de kleine gemeente Alphen aan de Rijn, Nico Schoof. Nico, wat kan burgemeester Spies, wat kan zij als Alphenaar gaan brengen aan de gemeentepolitiek? Nou, een paar opvallende dingen. In ieder geval een heel uitgebreid netwerk waar een gemeente van dik 100.000 inwoners echt heel veel behoefte aan heeft. Dus ik hoop van harte dat raad, college en ook inwoners daar heel erg gebruik van willen maken. En het tweede is, nou, ik ken Lisbeth Spies natuurlijk ook al jaren, het is gewoon een heel innemende vrouw. En nou ja, dat kan eigenlijk ook geen kwaad om het maar eens als understatement te zeggen hier in Alphen aan de Rijn. U bent oud-burgemeester van Alphen aan de Rijn, maar als u nou in plaats van Lisbeth Spies vandaag bij u de ambtsketen om had gehangen, wat had u dan als eerste gedaan in onze gemeente? Nu? Dan moet je mij niet vragen, want ik ga er niet meer over. Ik heb alles gedaan wat ik nodig vond in de tijd dat ik hier burgemeester was. En nu is het alle tijd aan Lisbeth Spies. Daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ik ben ook gewoon inwoner. Dus het is ook nu mijn burgemeester en ik ben blij dat de keuze op Lisbeth geval is. En ja, ik heb er ook alle vertrouwen in. Het gaat echt goed komen. Waar liggen volgens u, toch als Alphenaar, waar liggen er nog kansen voor de gemeente? Nou ja, kansen sowieso is het. Kijk, de eerste blik, als ik even naar binnen kijk, de eerste blik is toch om het als één gemeente te laten worden. Dus echt ook mensen van de gemeente en de dorpen die erbij gekomen zijn het gevoel geven, we horen met elkaar daarbij. Ja, en waar kansen liggen denk ik in je positie hier in de streek waarmaken. Je bent nou ja, in de streek natuurlijk de grootste veruit. Je hebt een aantal andere grote. En die grote kunnen wel wat. En als ze met elkaar samenwerken, dan kan in dit gebied op het punt van recreatie, op het punt van bevolkingsontwikkeling veel gebeuren. En last but zeker niet least, die drie ja, bekende grote decentralisatie, dat is een enorm karwei. En dat heeft niks met de omgeving te maken. Maar het is wel een enorm karwei waar mensen heel veel belang bij hebben. En wat ook goed gebeuren moet. Dan een iets lichtere vraag. U bent natuurlijk bekend met de oude ambtsketen van Alphen aan de Rijn. Er is nu een nieuwe. Heeft u hem al gezien? Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Maar die oude is gekomen toen dit stadhuis geopend werd. Dus die heb ik als eerste mogen omhangen. En Lisbeth heeft nou de nieuwe ambtsketen. Nou, ik heb hem wel beschreven gezien in ieder geval. Want ik had even contact met Tjerk Bruinsma een week of twee, drie terug. Dus toen heeft hij mij verteld hoe hij eruit zag. Dus ik heb er een soort beeld van. Maar ik ga hem straks nog even kijken. Is het echt bezichtigen waard? Mooi zo. Ik zal het doen. Graag gedaan. Mike Maurits vanuit het atrium hier in het gemeentehuis. Lisbeth Spies is dus onze nieuwe burgemeester. Ze komt uit Alphen aan de Rijn en ze was minister namens het CDA in het kabinet Rutte 1. Binnenlandse Zaken heeft ze toen gedaan. Dat nam ze toen over dat stokje van Pietijn Donner toen die vicevoorzitter of vicepresident werd van de Raad van State. Maar wie is die vrouw nou eigenlijk? Lisbeth Spies, ze stelt zichzelf aan u voor. Lisbeth Spies is moeder van 48, woont in Alphen aan de Rijn en wordt vanaf 15 december de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. Een echte Alphense? Geboren en getogen, zeggen ze dan wel. Ik ben inderdaad geboren in de Torbekkenstraat in Alphen aan de Rijn. Heb daar op de basisschool gezeten, op het middelbare school, in Leiden gestudeerd. Toen zijn we even Alphen uit geweest, in Leiden-dorp gewoond. En 20 jaar geleden teruggekomen naar Alphen. En daar wonen we nu alweer 20 jaar met heel veel plezier. En al heel wat jaren in de politiek actief. Toen ik op de middelbare school zat, ben ik als enige uit de hele familie politiek actief geworden. En vanuit de gedachte van als je je bijdrage wil leveren aan de samenleving, dan is de politiek natuurlijk bij uitstek de plek waar vandaan je je idealen kunt proberen te realiseren. Dus toen ik 17 was, ben ik lid geworden. Dat ben ik nog steeds met overtuiging. En ik ben met heel veel plezier lid van de Tweede Kamer geweest, waarnemend partijvoorzitter, gedeputeerde, minister. En als burgemeester leg je je partijpolitieke kleuren natuurlijk een beetje neer, want sta je boven de partijen. Maar dat openbaar bestuur, dat zit wel in mijn DNA. En ik ben dus heel blij dat ik dat nu in Alphen ook kan gaan laten zien.
Dat is dus Liesbeth Spies, een klein fragment uit het welkomstinterview met haar. Dat kunt u, dat volledige interview, trouwens zien in de week van Oud en Nieuw. Dan wordt dat bij ons uitgezonden op Alphenstad TV. Naast mij Jaap Smit, commissaris van de Koning. Welkom. Een heugelijke dag voor Alphen aan de Rijn. Absoluut. En ook voor burgemeester Spies. Maar het is een heel heugelijke dag en een mooi feest. Waarom is Liesbeth Spies voor Alphen aan de Rijn de goede burgemeester? Nou ja, ze heeft een enorme bestuurlijke ervaring. Laat ik voorop stellen dat zij was de beste in een serie van hele goede kandidaten die belangstelling hadden. Ja, dat de beste het mag worden, dat is zij geweest. Geworden. Het is de beste, in uw ogen? Ik ben zeer tevreden. Nou ja, ik stuur niet mensen door zonder dat ik het gevoel heb dat zou kunnen. En maar zij was echt, ik ben heel blij met de keuze van Alphen aan de Rijn. Het is een zeer ervaren bestuurder. Ook de weg die de weg weet in Den Haag, die verschillende dingen gedaan heeft. Alphen aan de Rijn kent als geen ander. Dus ik ben er erg blij mee. Ja, en ook de beste keuze, denkt u? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat Alphen aan de Rijn een goede keuze gemaakt heeft. Ja. Drie opdrachten gaat u er meegeven, heeft u verteld in uw speech. Daar ga je me over horen, of dan moet ik weer terug naar wat ik gezegd heb. Maar in ieder geval, het gaat erom dat Alphen aan de Rijn haar positie pakt in de omgeving. Hè, waar het gaat om trekker van alles wat er rond het Groene Hart gebeurt. Er is een convenant gesloten met Gouda en Woerden. Nou, Alphen aan de Rijn is een grote stad in deze omgeving, dus pak je rol. Het gaat erom om te zorgen dat die acht kernen zich allemaal thuis voelen in die gemeente Alphen aan de Rijn. Het gaat natuurlijk ook om dat de grote taken die er op Alphen aan de Rijn afkomen, zoals op elke gemeente, dat die op een goede manier ingevuld worden. En het vierde, ook werken aan een prettige bestuurscultuur waarin mensen elkaar de waarheid kunnen zeggen op de inhoud. En vervolgens met elkaar zorgen dat die stad verder komt. Dat is een jonge gemeente, een jonge stad. Ja, en Alphen aan de Rijn moet volgens u, gezien haar grootte, een voortrekkersrol gaan innemen. Nou ja, als je kijkt naar de ligging, dan komt haar vanzelf toe dat ze een voortrekkersrol speelt in de directe omgeving. Denk ik Gouda en Woerden, natuurlijk Leiden iets verderop. Dat heeft dus een eigen omgeving, maar Alphen aan de Rijn kan zeker een positie pakken die haar toekomt, ja. De fusie is nu één jaar gaande, of één jaar afgerond om het zo maar te zeggen. Sinds 1 januari 2014 zijn Alphen aan de Rijn, Boskoop en Rijnwoude samen. Gaat het goed in uw ogen? Ik hoor daar goede geluiden over. Het blijft natuurlijk een avontuur om te zorgen dat iedereen zich thuis voelt in het nieuwe huis. Dat Alphen aan de Rijn heet. Maar ik maak vaak het onderscheid tussen gemeente en gemeenschap. Ja, je kunt de gemeente veranderen, maar wat mensen zoeken is gemeenschap. Dus die kernen blijven ook heel belangrijk. En ik vind dat je als gemeente ook je best moet doen om te zorgen dat die goed overeind blijven. Want dat is waar mensen zich in eerste instantie mee identificeren. Alphen bestaat uit een aantal kernen. En de kunst is om te zorgen dat mensen zich thuis blijven voelen. En in die kleine directe omgeving van die kern. Maar ook in het grote huis dat Alphen aan de Rijn heet. Tot slot, heeft Tjerk Bruijsma het goed gedaan hier in Alphen aan de Rijn? Nou, absoluut. Ik heb hem een jaar meegemaakt. We zijn tegelijkertijd begonnen eigenlijk. En nou, groot respect voor de manier waarop hij dat jaar hier heeft ingevuld. Het is niet altijd makkelijk. Alphen aan de Rijn, dat zeggen ze zelf ook, is niet de meest makkelijke plaats. Ja, dus ik wens ook toe dat ze ook een bestuurscultuur krijgen waarin dat makkelijker gaat. Maar Tjerk Bruijsma heeft absoluut goed werk gedaan. En ik wens hem veel succes in zijn nieuwe opdracht in de Krimpende Waard. Dank u wel. Klokslag 4 uur, 15 december 2014, maandagmiddag. Het moment dat Liesbeth Spies dan officieel werd geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn. Dat heeft allemaal zojuist plaatsgevonden. We gaan kijken naar een samenvatting van die bijeenkomst. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ben je er klaar voor? Kun je dat ooit echt zijn? Aldus de tekst van het Koningslied. Dat wist u allemaal nog, hè? Nou, als er iemand klaar voor is, dan ben jij het wel. Je kent Alphen aan de Rijn op je duimpje. Je bent hier geboren en getogen. Je kunt vanuit je huis naar het gemeentehuis lopen of fietsen. En je wilde heel graag burgemeester worden in je eigen gemeente. En dat dat dan lukt, dat is toch wel een felicitatie waard. Maar ondertussen ben je natuurlijk ook een zeer ervaren bestuurder. En je hebt ondertussen ook het klappen van de zweep als burgemeester van Stichtse Vecht goed leren kennen. Er zijn ook veel vertegenwoordigers van Stichtse Vecht hier, hartelijk welkom.
De bewoners en bedrijven van Alphen aan de Rijn, dat weet ik zeker, zullen zeer trots op hun nieuwe burgemeester zijn. Maar vandaag is ook mijn afscheid van Alphen aan de Rijn. En ik droom er wel eens van om over een paar jaar met onze zeilboot te varen over de Oude Rijn en te genieten van de pracht, van het prachtige zicht op Hazeswoude Rijndijk en Koude Kerk aan de Rijn. Mijmerend kijk ik voor me en ik zie de Maximabrug die omhoog gaat. Rechts zie ik de Rijnhaven liggen met een mooie passantenhaven bij de Baronie en ik proef het ondernemerschap. Voor een drankje leggen we aan bij het schitterende Thorbeckeplein. We winkelen op de Lage Zijde en lunchen op het Rijnplein. Terug in de boot vaar ik verder de Oude Rijn op. In de verte pronken de molens bij Aarlanderveen. In Zwammerdam leg ik weer even aan en praten we met de vriendelijke bezoekers van dorpskroeg Gezwam. Daarna varen we een stukje terug en dan over de Gouwen naar Boskoop. Ik kijk naar de hefbrug en voel die bedrijvigheid van de Greenport. Aan het einde van deze heerlijke dag maken we een lange wandeling met onze hond door het prachtig aangelegde Bentwoud. Dat is mijn Zwitserlevengevoel. Dan ben ik er weer even trots op dat ik de eerste burgemeester van deze unieke 100.000 plus gemeente mocht zijn die alles aan de Rijn heeft. Toen de Witte Roos er was, waren we blij. Liesbeth, je bent geboren, getogen en woonachtig in Alphen aan de Rijn. Het is heel bijzonder om dan burgemeester te mogen worden. Je bent graag een mens onder de mensen. Je bent ook resultaatgericht en een bestuurder met een groot invoelend vermogen. Dat heb je ons allemaal al laten zien als gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland en als minister van Binnenlandse Zaken. We hebben er daarom alle vertrouwen in dat je ook een uitstekende voorzitter van de raad bent en onze gemeente goed op de kaart zal zetten. Liesbeth, namens de Vertrouwenscommissie en alle raads- en commissieleden, het college en uiteraard ook de ambtelijke organisatie, wens ik je heel veel succes en plezier in je nieuwe rol. Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, koning der Nederlanden, prins van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Besluit van 14 november 2014, houdende benoeming van een burgemeester in Alphen aan den Rijn. Op voordracht van onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 november 2014, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goedgevonden en verstaan met ingang van 15 december 2014 te benoemen tot burgemeester der gemeente Alphen aan den Rijn, mevrouw J.W.E. Spies te Alphen aan den Rijn. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Is getekend Wassenaar, 14 november 2014, koning Willem-Alexander, minister Ronald Plasterk. Heden, de 15 december 2014, heeft mevrouw meester doctorandus J.W.E. Spies bij koninklijk besluit van 14 november 2014, nummer 201-422-106, benoemd tot burgemeester van de gemeente Alphen aan de Rijn, in handen van mij, commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, in gevolge artikel 65 van de gemeentewet de volgende eed afgelegd. Ik zweer dat ik, om tot burgemeester benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten zal vervullen.
Nee, ik ga hem gewoon doen. Misschien had u verwacht dat ik de nadruk zou leggen op het gegeven dat de ambtsketen, de nieuwe ambtsketen van Alphen aan den Rijn, nu voor het eerst om de schouders van een vrouw hangt. Vanuit historisch oogpunt is dat zeker van belang, maar voor de toekomst, en denk ook dat het een welkome afwisseling is in dit college van... Ja, ik heb het al over preek gehad, ik zou er hartstikke iets anders kunnen toevoegen, maar doe het niet. Vanuit historisch oogpunt is dat zeker van belang, maar als we toekomstgericht kijken, en dat is een goede bestuurlijke gewoonte, dan gaat het vooral om de vraag met welke burgemeester aan het roer deze stad vooruit kan. Man of vrouw is daarbij niet van belang, het gaat om de beste kandidaat en de goede match. En daarom citeer ik graag de voorzitter van de vertrouwens... Lig ik nog op schema? Daarom citeer ik de voorzitter van de vertrouwenscommissie, die liet optekenen: we hebben in de spiegel gekeken en ons afgevraagd wie past bij ons. Lisbeth Spies past bij Alphen. Wij kijken uit naar haar komst. Zij wordt ons boegbeeld naar buiten. Einde citaat. En in reactie op haar benoeming zei mevrouw Spies blij en gelukkig te zijn dat Alphen zoveel vertrouwen in haar stelt. Alphen aan den Rijn krijgt een zeer ervaren bestuurder in huis. Er is binnen onze provincie slechts één andere burgemeester die ook eerder minister in een kabinet was, namelijk de burgemeester van Den Haag van Aert. En landelijk gezien komen daar alleen de burgemeesters van Amsterdam en Almere bij. Dus mevrouw Spies maakt deel uit van een bijzonder gezelschap met een grote bestuurlijke ervaring. Daarmee doe ik geen enkele andere burgemeester tekort, maar die bijzonderheid kan wel genoemd worden. En zij kan bovendien bogen op een korte periode als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland en op een termijn van ongeveer 8 jaar als lid van de Tweede Kamer. In het afgelopen half jaar vervulde zij als waarnemer het burgemeestersambt te Stichtse Vecht. Dat heeft ze met zichtbaar genoegen, flair en deskundigheid gedaan. Dames en heren, ik ben trots op onze prachtige gemeente. Onze gemeente heeft veel potentie en het is aan ons om dat nog meer naar boven te halen. Met de Greenpoort Boskoop hebben we een parel die er ook internationaal toe doet. Ik hoop dat we samen kunnen investeren in het versterken van de economische ontwikkeling en verdienvermogen in onze gemeente. We hebben prachtige en nog veel te weinig bekende plekken door onze hele gemeente heen. Het is hier goed wonen, aan sportvoorzieningen geen gebrek en zo kan ik moeiteloos doorgaan. Zou het niet mooi zijn als we onze kwaliteiten wat vaker benoemen, iets meer zelfbewust zijn en met wat meer trots over onze gemeente spreken? Ik hoop dat we door een gemeenschappelijke inzet ook kunnen bereiken dat al onze inwoners zich thuis voelen in de gemeente Alphen aan den Rijn. En dat we er samen aan werken dat deze gemeente steeds positiever op de kaart komt te staan. Graag ga ik samen met u aan de slag, werkend met 2 voeten vast verankerd in de samenleving van Alphen aan den Rijn, die me gelukkig al heel dierbaar is. Dank u wel. En zo is Lisbeth Spies dus officieel geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn. We gaan weer een kijkje nemen hiernaast bij Mike Maurits. De moeder van Lisbeth Spies en ook de vader van Lisbeth Spies. Ja, u bent er natuurlijk wel een beetje gewend dat uw dochter grote functies bekleedt. Nu burgemeester van haar eigen stad, zoals ze dat zegt.
Hoe is dat als ouders om dat mee te maken? Dat is heel bijzonder. En daar zijn we ook heel blij mee. En ook voor haar, omdat ze het zo heel graag wilde. Ja. Komt u ook nog steeds uit Alphen aan de Rijn? Wij komen uit de Betuwe van oorsprong. Maar mijn man is hier gaan werken. En we hebben inmiddels 2 dochters hebben we. En 7 kleinkinderen. En toen mijn man stopte met werken, zou hij het drukke westen uit willen. Maar ik zeg, onze kinderen wonen hier en we hebben kleinkinderen. Je krijgt mij Alphen nooit meer uit. U kent natuurlijk uw dochter beter dan wie dan ook. Hoe is mevrouw Spies? Een schat van een vrouw. En ze wil altijd de kar trekken als het nodig is. Ze kan ontzettend veel aan en ja, ook duidelijk een eigen mening. En dan nog een vraag aan u. U bent de vader van Lisbeth Spies. Hoe trots bent u? Ontzettend trots. En Lisbeth is net als de moeder. Die laten nooit het achterste van de tong zien en houden heel veel voor zichzelf. Maar trots zijn we en vooral als een dochter dat mag bereiken wat ze graag wilde. Daar heb je een beetje aan mee kunnen werken, dus als juffen het. Heeft ze het er thuis vaak over gehad dat ze het wel heel graag wilde? Nou, ze was pas een jaar of 6 en toen zei ze ik word burgemeester, alleen ze zei er niet bij van welke plaats. Maar dat heeft ze altijd wel volgehouden. En nadat ze dus in Leiden geweest was, dan zeg je op een gegeven moment is schoevers niet iets voor jou, dan kun je secretaresse worden van wie dan ook. Dus nee, ik word later zelf wel burgemeester. Dus toen zaten we al dichterbij. En uiteindelijk is ze dat geworden. Dus, en dat ook nog in Alphen aan de Rijn. Ze hield het vol. Zo is het gekomen. Mike Maurits, hier naast ons in het atrium. We gaan verder praten met Marion Verkleij, voorzitter van de Vertrouwenscommissie, fractievoorzitter van het CDA. Een heugelijke dag. Ja, zeker weten. Ik ben heel blij dat dit moment er nu eindelijk is. Alphen heeft een eigen burgemeester. Waarom is Lisbeth Spies volgens de gemeenteraad de beste kandidaat? Lisbeth heeft iets heel eigens. Nou ja, het feit dat ze hier geboren en getogen is en een hele goede achtergrond heeft op bestuurlijk vlak, denk ik gewoon dat het een keigoede burgemeester voor Alphen gaat worden. Haar uitstraling, haar persoonlijkheid en haar kennis en netwerk maakt dat zij Alphen op de kaart gaat zetten. Maar het feit dat zij hier vandaan komt, is dat ook niet gelijk een nadeel? Zeker weten. Ik bedoel, voor sommige mensen die zullen wel zeggen, ja, hadden we daar die hele procedure voor op moeten zetten. En iedereen kijkt natuurlijk heel erg, extra naar haar van gaat ze het wel redden. Maar voorlopig zijn wij allen heel blij. En waarom was Lisbeth Spies nou beter dan die 12 andere kandidaten die gesolliciteerd hadden? Die andere kandidaten waren ook allemaal heel bekwaam. Ik denk dat de onderlinge verschillen meer de uitstraling, hun ervaring waar ze vandaan komen. En wij waren natuurlijk met 10 fractievoorzitters allemaal ook divers. Dan ga je afwegen en uiteindelijk is dit toch het resultaat geworden. Hoe groot was uiteindelijk die meerderheid voor Lisbeth Spies? Uiteindelijk was de meerderheid groot genoeg. Het was een meerderheid. Anders was ze niet gekozen. Nee. Dus ik mag daar niets over zeggen als voorzitter van de Vertrouwenscommissie. Maar Lisbeth is gekozen als de burgemeester. Wat voor jaren verwacht u met Lisbeth Spies? Lisbeth heeft zelf gezegd dat ze heel graag lang aan de slag wil. En ik denk gewoon dat wij met Lisbeth kunnen bouwen op stabiliteit. En dat is wat wij op het moment nodig hebben. En ze heeft beloofd, als het CDA, wanneer dan ook, weer in de coalitie gaat komen in de Tweede Kamer en ze wordt gevraagd om minister te worden, dan zegt ze nee. Dat heeft ze gezegd, ja. En dan gaan jullie er ook aan houden. Dat gaan we zeker zeggen als dat zover gaat komen. Maar ik verwacht dat ook het CDA het heel belangrijk vindt dat Lisbeth nu een mooie baan krijgt waar ze op kan bouwen. Hebben jullie als CDA, want zij is ook van het CDA, gevraagd of ze wilde solliciteren? Dat weet ik niet. Ik ben daar totaal niet in gekend. Elke partij heeft wel een soort scoutingbureau, om het zo te zeggen. En dan moet je bijna ander zijn om daarna te vragen. Ik weet wel dat Lisbeth zelf heel graag burgemeester wilde worden van Alphen aan de Rijn. Dus wie weet heeft ze dat setje helemaal niet nodig gehad. Tot slot, wat voor vrouw is Lisbeth Spies? Nou, zoals ik haar kent, hartelijk, spontaan en iemand op wie je kan bouwen.
Oké, dankjewel. Graag gedaan. Wat vindt Alphen aan de Rijn van Lisbeth Spies? We gingen de straat op en we vroegen het de mensen. Nou, in de allereerste plaats ben ik blij dat het een vrouw is, want we hebben geloof ik nog nooit een vrouw gehad, alleen maar mannen. Maar persoonlijk ken ik haar niet, zoals veel Alphenaren natuurlijk niet. Maar het lijkt me wel goed om eens een keer een vrouw te hebben. Die heeft toch een andere kijk op de zaken, denk ik. Ja, grote verwachtingen. We wachten dus maar af. Een uitstekende keuze. Ze heeft dus grote bestuurlijke ervaring, de juiste leeftijd. En het is niet direct mijn buurmeisje, maar ze woonde wel bij ons in de straat. Dus eigenlijk ken ik haar al heel lang. Dus en dat bevalt ons goed, mijn man en mij dus. Top. Gewoon. Ik ken ze heel goed van vroeger. Dus zat ze bij mij in de jeugdclub. En niet alleen daarvoor top, maar sowieso denk ik wel top. Nou, ik ben wel benieuwd hoe ze het gaat doen. Ik denk dat het heel goed is dat er iemand is die uit de landelijke ervaring, dat wat ze meeneemt, als oud-minister natuurlijk. En ik vind het ook altijd wel heel leuk dat ze natuurlijk vooral bekend is ook in Alphen. Bij ons dan vanuit de bibliotheek, bij het landelijk dicté. Dus dat ze ook heel goed bezig is met taal. Dus ik denk dat het een goede aanwinst is voor Alphen aan de Rijn. En ik wens haar ook veel succes vanaf januari om als burgemeester van Alphen. Dat vindt Alphen aan de Rijn dus van onze nieuwe burgemeester, Lisbeth Spies. Ze is dus vandaag officieel beëdigd. En we hebben vandaag ook afscheid genomen van Tjerk Bruinsma. Wat voor gevoel overheerst er nou bij u? Ja, een zekere opluchting. Dat het jaar goed is verlopen. En dat er een, wat mij betreft een kanjer van de nieuwe burgemeester is geïnstalleerd. In een bijeenkomst die volgens mij goed verliep. Met leuke speeches, ook van collega Lenverink uit Leiden. Dus uiteindelijk overheerst de opluchting dat het erop zit. En ik moet weer hard aan de slag, morgen al, in de Krimpen en Waard. Dat klinkt bijna alsof je er blij om bent dat het erop zit. Nee, ik ben niet blij, maar je werkt natuurlijk wel toe naar zo'n moment. Taak van een waarnemer is ervoor te zorgen dat er stabiliteit is in de nieuwe gemeente. En dat de door de kroon benoemde burgemeester een goede start kan maken. En als dat lukt, dan ben je opgelucht. Wat is nou het hoogtepunt van dit jaar, Alphen aan de Rijn? Ik heb heel veel hoogtepunten gehad. Noem maar één. Nou, ik vond Trekker Trek. De 20 van Alphen, dat is al een tweede. En Luilak, dat vond, die evenementen in die dorpen, dat vind ik wel heel bijzonder. Van de nieuwe gemeente, dat mensen zich zo inzetten voor die gemeenschap. Dat vind ik fantastisch. Nou, nog even terugkijken naar het afscheidsinterview dat we met u hadden recent over Lisbeth Spies. U zei ook, wat krijgt Alphen aan de Rijn voor een burgemeester? Alphen is inmiddels een onderdeel geworden van de 100.000 plus gemeente. Wij zijn de 37e gemeente die is toegetreden. Nou, dat betekent dat je toch vooraan zit in allerlei politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen. En dus ook mee kan spelen op landelijk niveau. En wie kan dat nou beter doen dan iemand die daar veel ervaring mee heeft? Dus ik voorspel u een prima toekomst voor deze stad. En ben ook echt heel erg blij dat ik op 15 december haar het stokje kan overgeven. In dit geval de burgemeestersketen. Ja, wat voor een burgemeester krijgt Alphen aan de Rijn? Ik denk iemand met een enorm bestuurlijk netwerk. Iemand met ervaring. Een vrouw. Dat is denk ik heel goed in dat mannenbolwerk wat het college nu is. Dat levert zeker een meerwaarde op voor de besluitvorming en voor het evenwicht in dat team. Ik denk een burgemeester waar alle bewoners, maar ook het bedrijfsleven, ja eigenlijk iedereen in de regio ook, trots op zal zijn. En u gaat naar de Krimpen en Waard? Ja, een lastige klus, denk ik wel. Daar gaat het om 5 gemeenten in een nog groter gebied dan de gemeente Alphen aan de Rijn. 160 vierkante kilometer met 5 gemeenten die heel lang gedaan hebben over deze fusie en hem hier en daar ook echt niet wilden. Dus dat is lastig, maar ik ga mijn best doen om ook daar te trachten iets van een gezamenlijkheid en een teamgevoel te creëren. Heel veel succes daarbij. Dank jullie wel. Wij gaan terug naar het atrium, naar de receptie, naar Mike Maurits. Burgemeester Lisbeth Spies is natuurlijk net beëdigd en daar komen allerlei mensen op af die haar op de een of andere manier kennen. Naast mij meneer Van der Tang. En meneer Van der Tang, u heeft haar jarenlang lesgegeven. Al jarenlang. Ik heb haar in 2 en 3 gymnasium gehad. Voor het vak geschiedenis. En wat ik mij daarvan kan herinneren was dat het een hele prettige leerling was. Volgens mij was het ook een leerling die heel erg sociaal was.
Nou, ik heb om nog eventjes mijn geheugen op te frissen, nog even in mijn oude agenda's gekeken. Om te kijken van, heb ik het inderdaad wel goed dat ik A, haar heb lesgegeven. En B, dat het een vrij goede leerling was. Nou, dat klopt. Ik heb naar twee zeg maar, rapporten gekeken, dus zeg maar van zowel de tweede als de derde klas. Daar heb je dan, zoals dat vroeger ging, een kerstrapport, een paasrapport en een eindrapport. En het laagste cijfer wat daar ooit door haar gehaald is een 8,5. Zij heeft dus op al haar... Dus zei u nou het laagste cijfer? Het laagste cijfer wat zij ooit heeft gehaald is een 8,5. En zeg maar, zij heeft op al haar rapporten een 9 gekregen. Nou, dan ben je dus een zeer stabiele en een zeer, zeg maar, slimme leerling. En ik denk ook dat ze heel veel plezier heeft beleefd aan het vak geschiedenis. Dat is niet zozeer mijn verdienste, maar vanwege het feit dat het gewoon een heel geïnteresseerde leerling was. Dus een slimme, stabiele, intelligente leerling. Maar hoe was ze in de omgang? Weet u daar nog wat van? Nou, wat ik mij alleen kan herinneren, dat het een zeer sociale meid was. Dat ze goede contacten had met haar klasgenoten. En na de derde klas ben ik er in die zin uit het oog verloren. In de zin van dat ze toen niet meer van mij heeft les gehad. Maar ik ben er later in Alphen nog regelmatig tegengekomen. En diezelfde open en spontane meid is het voor mijn gevoel altijd gebleven. En dat bleek ook vandaag wel. En hoopt u daar als docent nou een beetje op dat u ooit eens een keer een leerling in de klas heeft zitten die misschien wel minister van Binnenlandse Zaken wordt, dan wel burgemeester van dezelfde gemeente? Nou, moet u luisteren. Het is natuurlijk niet de eerste leerling in een loopbaan van 40 jaar hier op het Christelijk Lyceum in Alphen. Er zijn natuurlijk heel wat bekende oud-leerlingen die ergens al, zeg maar, hetzij op bestuurlijk niveau of op wetenschappelijk niveau of op cultureel niveau natuurlijk zaken hebben bereid. Ja, ik noem Brainpower, ik noem Sanne Wallis de Vries. Ik heb ze allemaal voorbij zien komen. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk, want geworteld hier in de Alphense gemeenschap, 40 jaar op zo'n school gestaan, zeiden het altijd oud-leerlingen. Ik sprak net nog even oud-burgemeester Paats. Nou, dat is ook een oud-docent van het Christelijk Lyceum. En ik zei tegen hem, het is toch wel heel erg leuk dat een oud-docent en nu ook een oud-leerling beide burgemeester zijn in Alphen aan den Rijn. Toch wel bijzonder. Het Lyceum is misschien wel hofleverancier van de burgemeesters. Er zullen er ongetwijfeld meer zijn, maar vraag me niet wie. Dank u wel. Alsjeblieft. Een van de primeurs tijdens deze bijzondere vergadering was het onthullen van de nieuwe ambtsketen. We hebben het al gezien, eind november werd het nieuwe gemeentewapen van de gemeente Alphen aan den Rijn onthuld. Want Alphen aan den Rijn, Boskoperk en Woude zijn gefuseerd op 1 januari 2014. Daar hoort een nieuw wapen bij. En, zo vond het college van burgemeester en wethouders, daar hoort ook een nieuwe ambtsketen bij. En die is de afgelopen maanden gemaakt in Zeist. En wij kregen een exclusief kijkje hoe dat in zijn werk ging. Welkom bij Koninklijke Begeer. Ik zal u hier laten zien hoe de hele ontwikkeling van de ambtsketen van Alphen aan den Rijn tot stand is gekomen. Alphen aan den Rijn wilde graag iets met de oude gemeentes doen. En vandaar dat wij hebben gekozen om de wapens te gebruiken in de ambtsketen. En dan met de hoofdschakel de nieuwe wapen. Dus dat de oude gemeentes, zeg maar, de nieuwe gemeente gaan vormen. Voor de ambtsketen heb je meerdere stempels nodig. En die gaan we op deze machine maken. Als ik dus de tekening klaar heb, dan stuur ik hem door naar deze machine en deze machine gaat hem frezen. Alles wordt in spiegelbeeld gefreesd, want anders dan klopt het niet met wat we hebben geperst. Op deze machine zie je de freesbanen. En als die klaar is met frezen, dan gaan we hem nog afwerken, want je krijgt altijd freeskringetjes en dat vinden we niet mooi. Dus we slijpen alles met de hand. En we maken het zo in orde dat er bijvoorbeeld emaille goed blijft vastzitten. En als dan de stempel klaar is, dan gaat hij de oven in om te harden. Want anders kunnen we hem niet persen. Hier heb ik dan het stempel als onderdeel van de 9 compleet nieuwe persmatrijzen die vervaardigd zijn. Die plaatsen wij onder deze persen, waar we met tot 6 ton persdruk het zilver vervormen
En we dus de schakels kunnen gaan gebruiken en ook echt hun vorm krijgen. Het unieke aan deze ambtsketen is ook de ambtspenning zelf, de penning onderaan de keten. Want die wordt niet alleen van zilver met kleur vervaardigd, maar tevens als wens van de gemeente komen er goudaccenten in voor. De schilddragers worden echt verguld, dat doen we op deze afdeling, terwijl de rivier toch in zilver zichtbaar blijft. Tussenschakels die worden niet geperst zoals we net hebben laten zien, maar die worden gegoten. Dat proces kan ik het makkelijkst uitleggen door middel van deze gevulde koek. Die hebben wij een keer gewoon bij een banketbakker gehaald, op een stukje rubber geplaatst. Dit binnen een kastje volgegoten met andere siliconen rubbers. Na het stollen hebben wij het rubber opengesneden en hadden we hier de vorm. Zo is dat dus ook met de tussenschakel van de keten gebeurd. Die vorm in deze matrijs spuiten we vol met was, middels de wasketels. En dan hebben wij in het was de tussenschakel in het klein liggen. Die gaan we daarna in een cuvette stoppen. Die cuvette wordt volgestort met gips. Daarna stoken we de was eruit. Blijft de vorm achter in het gips. En dat gips gaat bij ons de vacuümgietmachine in. En dan wordt die volgezogen, die vorm, met zilver. En dan uiteindelijk hebben we dus de vorm in het zilver. En dan knippen we die af en gaan die naar onze edelsmede, die er een keten van gaan maken. Don't believe me, just watch. Nou, het kleur aanbrengen dat doen we met echt vuuremaille. Vuuremaille is een soort glas wat helemaal tot poeder gestampt is. Zoals je hier de zwarte variant ziet. Dat lengen wij aan met water en dat brengen wij met een kwastje aan binnen de randjes van de geperste schakels. En daarna wordt de schakel in deze oven opgestookt tot een paar honderd graden, waardoor het water eruit verdampt en het emaillepoeder als glas aan elkaar smelt. Hier liggen alle schakels. Ze zijn hier voorzien van kleur met echt vuuremaille. En ja, zo komen ze op volgorde, maar er komen nog andere schakels tussen. Dit is onze montageafdeling waar al onze edelsmeden alles aan elkaar weten te smeden. Hier worden de schakels helemaal met de hand uitgezaagd en daarna met een vijl nagelopen, zodat ze ook helemaal keurig de vorm hebben zoals de ontwerper het bedoeld heeft. En daarna wordt de keten in elkaar gezet. Ja, maatveilen, maatzagen, netjes afwerk doen. Proberen, beste manier doen. Dit is zometeen misschien wel het belangrijkste deel van de ambtsketen. Dat is het belangrijkste, omdat de gemeente, logo van gemeente. Als je moet goed zijn, precies netjes en goed zijn. Zo'n manier afwerkt. De keten van Alphen aan den Rijn die wordt met al onze laatste ontwikkelde snufjes wordt die voorzien van reverclips, zodat die niet kan bungelen. En in de nek wordt die verstijfd, zodat het gewicht goed verdeeld raakt naar achter. En hij wordt voorzien van een juk. Zijnde een zilveren buis met daar doorheen lopende een kettingje, zodat hij vrij van de nek valt, zoals dat ook in het koninklijk besluit is vastgelegd. De dames die hebben onder andere de reverclips andersom staan, omdat bij de heren schuift hij zo over het rever en bij de dames die hebben vaak jasjes en vesten zonder revers, dus dan staan de clips precies andersom. Na de goedkeuring van het ontwerp duurt het circa 8 weken totdat wij de keten helemaal gereed hebben en deze overhandigd kan worden aan de nieuwe burgemeester. En zo is dus de nieuwe ambtsketen van de gemeente Alphen gemaakt. Hij hangt nu bij u om de schouders, om de nek. Zit hij goed? Hij voelt goed. Hij is niet heel erg zwaar. En ik vind het heel mooi dat alle 8 kernen van Alphen aan den Rijn een plek hebben gekregen in deze keten. Wat voor dag is het voor u? Feestdag. Morgen gaan we hard aan het werk, maar vandaag genieten we gewoon van het feit dat het nu eindelijk echt zover is. Van de hele hartelijke woorden van iedereen die de moeite heeft genomen om vandaag hierbij aanwezig te zijn. Topdag. Wat vond u van de plechtigheid van de ceremonie? Ja, dat is toch kippenvel. En zeker het moment dat je de eed aflegt en je dus trouw belooft
Dat is toch wel een moment wat je heel diep van binnen voelt en ervaart. En dat is ook heel goed. Dus dat is eigenlijk het echte hoogtepunt? Dat is het hoogtepunt. En daarna is het natuurlijk fantastisch om al die verhalen te mogen horen. En die nog, daar nog eens een keer aan terug te denken op dagen dat het af en toe ook wel eens een keer iets ingewikkelder zal zijn dan vandaag. Wat gaat u dinsdag als eerste doen op uw eerste officiële werkdag? We gaan morgen eerst de collegevergadering hebben. Dan kennis maken met heel veel medewerkers en op werkbezoek in de Bonifatiuskerk. Maar nu eerst de receptie. We gaan feest vieren. Dankjewel, veel plezier. Graag gedaan. Lisbeth Spies, onze nieuwe burgemeester dus. Ze gaat lekker naar de receptie toe hier naast ons in het atrium. Dank voor het kijken naar deze speciale uitzending over de beëdiging van Lisbeth Spies. Ze is de komende 6 jaar de nieuwe burgemeester van Alphen aan de Rijn.